3, 2, 1. Zo begon de eerste training van Go Ahead met een gevreesde piepjestest. Op het veld veel oude bekenden, maar ook veel nieuwe gezichten. Zoals Sander Fischer, die overkwam van Excelsior. Lekker weer op het veld te staan. Dus lang geleden ook dat ik op het veld heb getraind. Na heel veel jaren kunstgras, dus daar ben ik wel blij mee. 25. De club die heeft een bepaald doel en ik heb natuurlijk zelf ook een bepaald doel. En daar wil ik aan bijdragen. En het zal waarschijnlijk nog wel een keer naar buiten komen. Maar ja, ik denk dat wij er gewoon rechtstreeks in willen blijven. Daar moeten we sowieso voor gaan en zo hoog mogelijk eindigen. Terug op het oudernest is Joey Suk. De geboren en getogen Deventernaar vertrok 3,5 jaar geleden bij de club. En nu Go Ahead weer terug is in de Eredivisie, is ook hij er weer bij. En dat voelt als thuiskomen. Eigenlijk wel, ja. Ja, het is al een tijdje wel weg geweest hier. Maar het voelt ook weer vertrouwd en lekker om hier weer te zijn. Er zijn nog steeds heel veel bekenden, dus ja, die gezichten, dat vergeet je niet. En ja, die zijn er vandaag allemaal weer, dus dat is wel mooi. En zo is ook Go Ahead het seizoen weer begonnen met zaterdag de eerste oefenwedstrijd tegen SV Terwolde.